Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League. Goeie voor Morata. Net niet zijn voet er tegen. Daar komt de voorzet. Daar is Morata. En de save van Rulli. Een echt copyboek moment van Juve. En nog niet voorbij. Nu Morata in de handen van Rulli. Vlahovic, randje buitenspel. Gaat trappen. En toch weer Rulli die er zijn vuisten moet tegenzetten. Niet de moeilijkste save. Hier Lo Celso. Die kan trappen nog met links. Lo Celso. Ja, ja. Si se puede. Hij kan koppen. Nu Vlahovic niet, want Rulli heeft hem van dichtbij. Die meegeschoven is. Veel beweging. En Morata verlengt. Maar de bal blijft hangen. Met Cuadrado. Ja, je wil wel eens een keer een bal voelen ook natuurlijk. Rabiot, misschien trappen van afstand. Rulli met een halve tussenkomst. Gaat trappen. Cuadrado. Ah, dat is toch ook... Ik denk een meter ernaast als ik... En wanneer wisselt Allegri? Arthur met een bal voor Cuadrado. Estupiñan goed mee terug. En ineens moeilijk Locatelli. Hier Coquelin. En penalty. Nee. En wat zegt hij? Een penalty. Ja, ja, een penalty voor Villarreal. En Chessy zegt, ja jongen, ik sta op de lijn. Wow. Polen onder elkaar, die kennen elkaar. Gerard Moreno. En hij zit erbij, maar hij zit er wel in. 0-1 voor Villarreal. Gerard Moreno brengt de Spanjaarden hier op. Even kijken, 12,5 minuut van de kwartfinale. En Parejo verkiest, ja, Danjuma. Was eerst vertrokken en dan... Weer in de bal gekomen. Capou wilde blijven liggen. Een baklijn, maar al snel weer recht. Dybala. Mooie bal. En Chukwueze met steun van Danjuma. En... Oh! Nog weggetikt die bal. Danilo en Chesney zegt maar, wat doe je nu? Ja. Parejo de corner. En daar Pau Torres 0-2. Het is voorbij. Voor Juve. Pau Torres. Een verlengde corner. Ongelooflijk maar waar. Villarreal reikt de hand meer dan dat. Naar de kwartfinale. Juve gaat op de knieën. Pau Torres. Cuadrado. Albiol. En dan gaat Moreno erachteraan, maar Danilo heeft de voorsprong. Nee, hij laat hem liggen tegenover Moreno. En trappen Moreno, of niet? Kapt zich nog vrij. Weer bijna een penalty overtreding. Rustig blijven. Capou is mee. Hij kiest voor Danjuma. En is dat handspel van de licht? Een penalty of een doel? Oh, hij had al gefloten. Ja, dat was te snel. Ja, hij moet de penalty geven. Ja, hij moet nu. De penalty geven nu. Ik kan geen doel. Dat was een beetje te snel. Ja, het was te snel. Danjuma, de korte aanloop. En netjes in het hoekje. 0 tegen 3. Het is nog een sprekend resultaat ook voor Villarreal. En ik vroeg mij af of de gele onderzeeër nog een torpedo klaar had. Wel, ze hadden er 3.
En de man die ze afvuurde, inderdaad, Gerard Moreno. Haaland al eerder. De Champions League dan toch. En nu ook Vlahovic. Daar weer klinkt het laatste fluitsignaal. Een kwalificatie voor de kwartfinale. Is dat even anders gelopen? Het is Villarreal dat Juve opzij zet. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League.